Het landgoed Roggebotstaat is een groene plek met ruimte voor zowel mens als dier. Zo zijn er op het landgoed paarden, schapen en varkens te vinden. Maar misschien iets ongewoner en minder vanzelfsprekend is dat er op het landgoed veel ruimte is voor de kleinere beestjes. Door grote stukken aan bloemrijk grasland is er veel insectenleven. Hommels en bijen vliegen veel in het rond. De bloemenvelden zijn niet de enige methode waardoor bijen een fijn habitat hebben in het gebied. In een verscholen huisje tussen de bomen en struiken zijn bijenkorven geplaatst. Het overduidelijke gezoem in het huisje laat zien dat er veel bijen gebruik van maken. Het plaatsmaken voor de bijen is een onderwerp wat erg veel ter sprake komt omdat veel bijensoorten bedreigd zijn. Wellicht kunnen dit soort plekken de bijenpopulatie een boost geven.